Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag, de middag waarop ik jullie alles vertel over sloepen, tenders, motoren en trailers. En vandaag ga ik jullie de Primeur 75 laten zien. Dat is eigenlijk de kleinste dieselsloep die wij in het assortiment hebben. De Primeur 75 is, net zoals alle andere primeurs, een uitstekend varende boot. Zoals ik al zei is de Primeur 75 een dieselsloep. En die is standaard voorzien van de 16 pk Craftsman 2-cilinder dieselmotor. Optioneel is die verkrijgbaar met een 27 pk 3-cilinder motor. En ja, die is net even wat krachtiger en wat sterker. Als je dan voor de dieseluitvoering kiest, dan krijg je ook een mooi dashboardje erbij. En wat vind je allemaal op het dashboard? Nou, als het niet goed gaat, dan branden je allemaal waarschuwingslampjes. Je hebt een toerenteller met een urenteller, een voltmeter, uiteraard het contact. En ja, een diesel, die moet je altijd voorgloeien. En je vindt ook een brandstofmeter. In het console wordt standaard een instrumentenpaneel gemonteerd. En dat instrumentenpaneel heeft al wat opties. De beugelpomp, die is bijvoorbeeld standaard. De navigatieverlichting, die is optioneel. En de overige knoppen, die kunnen ingevuld worden voor bijvoorbeeld een 12 volt aansluiting, LED-verlichting of een radio. Met kleuren bij Primeur kan je een hoop kant op. Zowel de buitenkant als de binnenkant, maar ook qua bekleding en qua kap. Standaard wordt de Primeur geleverd met diamantenbekleding. Dat is eigenlijk een ademend materiaal wat makkelijk schoon te maken is. En optioneel kan je die laten voorzien van ruitjes. En ruitjes noemen wij eigenlijk gewatteerd en dat heeft een meerprijs van 500 euro. Het geeft de boot een wat luxere uitstraling. Opbergruimte heeft deze tender ook maar al genoeg. Aan de achterzijde zit een opbergvak. En daar zit bijvoorbeeld nu het zonnedek in. Maar ook aan de voorzijde heb je opbergruimte. Drie vakken maar liefst. Eén onder deze bank, één onder deze bank. En die bakken die zijn allemaal voorzien van binnenbakken, dus die blijven allemaal droog. En ook een grote opbergvak in de voorzijde. En eventueel past daar een chemisch toilet. Als je de buiskap met dektent bestelt, dan krijg je aan de voorzijde een buiskap van goede kwaliteit stof. En ook die kleur kun je samenstellen op basis van je bovenbekleding. De frames zijn altijd van RVS. En aan de buiskap krijg je een aanritsbaar achterzeil wat de boot in zijn geheel afdekt. De tender kenmerkt zich natuurlijk door een zwemplateau. En die heeft de Primeur 75 ook. Met een mooi groot opstapje om in de boot te komen na het zwemmen. Dat de Primeur 75 een mooie tender is, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Mocht je nou meer over deze boot willen weten, kijk dan even op onze website of kom langs in onze showroom. Dit was tevens ook de videoblog voor deze week. Volgende week zijn we weer bij jullie terug. Tot dan!